In deze video hebben we het over pijpen. Omschrijf dat eens in één woord. Eén woord. Ik denk bijzaak. Verwennen. Ja, lekker. Kokhalsen. Diep. Nat. Variërend. Deep throat. Ik dacht meteen aan gag. Spuug. Wel lekker. Ik vind iemand pijpen gauw. Ik vind het idee super geil. Wat? Ik vind het idee super geil en soms vind ik het ook heel geil en heel lekker. Ja. Maar het ligt er dus echt aan wat voor persoon het is, maar ook wat voor piemel die persoon heeft. Ja. Op het kan zeg maar een los op zichzelf staand ding zijn, maar het kan ook iets zijn dat je helpt om naar een ander level met iemand te komen. Het is nooit echt een keiharde eis. Geweest. Terwijl ik misschien vroeger wel altijd dacht dat het moest. Ja, het hoort er gewoon een beetje bij. Iedereen vindt iets anders fijn. Ja, je kan wel kokhalsen, je kan niet kokhalsen. Je kan heel ver gaan, je kan gewoon een beetje het puntje in je mond houden. Je piemel heeft elke dag een ander gevoel, denk ik. Van, oh, nu is het fijner als je dit doet. Of nu mag je even iets harder zuigen, weet je wel. Ja. Vertel eens, hoe was de laatste keer pijpen? ja, prettig. Zowel het ontvangen als het geven, ja. Hij bleef sowieso bij mij slapen. Eigenlijk waren we ook best moe, dus of we ook daadwerkelijk seks gingen hebben, dat was niet echt besproken. Maar uiteindelijk, toen we lekker tegen elkaar aanlagen en ik aan het knuffelen waren, een beetje aan het zoenen, toen dacht ik al van ik wil jou toch eigenlijk wel pijpen. Met mijn body language ga ik jou gewoon vertellen dat ik het nu toch wel echt ga doen bij jou. Ik vind het soms heel erg fijn om hele rustige seks te hebben, maar soms vind ik het ook fijn om hele wilde seks te hebben. Maar ik hou er niet van om dat eerst aan te geven. Dus ik laat het liever gewoon zien met mijn acties. En ik denk dat hij daarom soms een beetje verbaasd is. Ja, maar dat doen we dit vandaag? Ja, maar hij is wel heel erg go with the flow en dat vind ik dan wel heel erg fijn. Ja, dat, we stemmen elkaar. Ja, matcht goed. Het matcht goed, ja. En waar let je dan op tijdens het pijpen? Nou, dus niet zeg maar rough, maar gewoon langzaam. Met wel je hand erbij gebruiken. Want soms doen mensen ook gewoon houden hem vast en gaan dan met hun mond heen en weer. Voor mij doet dat niet zo superveel. En toch wel met gevoel. Ja, het is eigenlijk net als met penetratie, met seks, denk ik. Gewoon dat je... Ja, als het alleen de handeling is, dan is er gewoon iets. Along the way, kijken wat je partner prettig vindt. Dat is het voor mij vooral. Ik denk uiteindelijk doet iedereen ook maar gewoon wat. Inderdaad, door te merken als iemand iets fijn vindt en dan, blijkbaar vindt iemand dat fijn. Gewoon huts, platspoen, erin. En kijk, ik vind het lekker om te doen om iemand in zijn keel te neuken, maar ik ken dat niet bij mezelf. Ja. Ik ga echt tot die dop. Ik ken niet verder. Als ik ga pijpen, dan probeer ik wel zeg maar, de gebieden daar rondomheen ook mee te nemen. En ook gewoon te kijken naar hoe reageert iemand daarop. Wat vindt iemand fijn? Weet je, de ene guy vindt het super fijn als je wel met zijn ballen speelt. En de andere guy denkt misschien van, oh nee, hou het maar gewoon daarop. Wat is nou de tip als het gaat over pijpen? Oh. Ja, je moet wel nat pijpen, want als je droog pijpt, dan lijkt het alsof je gewoon met schuurpapier over je eikel heen zit te gaan. Probeer ook meer te strelen en zo, zeg maar ook de eikel en dat soort dingen. Gewoon ook soms heel rustig of bijna amper aanraking kan ook heel fijn zijn. Oogcontact, denk ik. Dat is echt heel geil. Ja. Stel diegene ligt hier op het bed. Hier is de piemel, zo. En diegene ligt zo en je bent bezig en je kijkt diegene gewoon zo. Je kijkt gewoon even naar ze zo van, ik ben bezig voor jou. En dan ga je verder. Ja. Maar die oogcontact maakt het dan weer heel erg persoonlijk. Ik denk het voorspel, dat vind ik heel belangrijk. En dat hoor je bijna niet meer. Het is altijd gelijk, oh, seks is gelijk, pijpen, neuken, beffen, alles erop en eraan. Maar het voorspel is het allerbelangrijkste van de hele seks. Gebruik vooral je handen ook. Ja, je hand gewoon ergens anders neerleggen of iemand nog een keer aankijken. Ik denk dat je daarmee veel meer de aandacht ook bij elkaar houdt. En niet alleen maar op een gevoel wat ergens in je lijf zit. En gewoon eerst zo het velletje omlaag als dat kan. En dan gewoon in je mond doen en gewoon er een beetje mee spelen. Alsof je er een beetje mee tongzoent, ondertussen een beetje trekken. De ander moet ook aangeven of het wel lekker is, ja of nee. Want soms kietelt het, bij mij kietelt het gewoon heel vaak. En dan... Je moet wel helpen, want degene die aan het pijpen is, weet niet of die andere het lekker vindt. En je mond gewoon echt ver genoeg open doen, want anders loop je gewoon met je kies over iemands eikel te wrijven. En dat is gewoon echt niet prettig. Nee. Nou, dat is een mooi bruggetje. Wat moet je niet doen? Let op de tanden. Tanden. Probeer een ijsje te eten met je tanden omhoog en dan, kijk, met je tong alleen kijken of dat lukt. Ja. Ja, let met deep throat ook op dat je niet te veel gegeten hebt. Tanden gebruiken.
geen speeksel in je mond. Behalve als iemand het lekker vindt. Tanden. Nou, als je vooral je voorhuid hebt, zorg dat je pik schoon is. Sommige mensen denken dus dat je echt hard moet gaan lopen zuigen. Oh ja. Zo'n vacuüm. Ja. En dat is dat. Nee. Voor mij is dat niet chill. Ik hou er niet van als iemand continu praat tijdens de seks. Ik vind het bloedirritant. Ook als hij in mijn oren gaat fluisteren van, oh, heb je een lekkere piemel. Nee, ik kan er heel slecht tegen. Ik vind het heel vervelend. Ja. Oké, laten we eens kijken naar de video van de daad. Ik wil het horen. Sorry. Nee, ik wil het horen! Ik wil het horen! Ook echt intiem wel. Ja. Ik zie je lekker rijken, gewoon uit, tikketje. Ja. Yeah. I mean... Ja, dit is ja. Ja, die kleine oogcontact, ja. Die ene jongen, die hij is helemaal in zijn element. Nee, ik zit te denken, die snapt waar die gaat draaien. Wil je meer zien van Sexpedia? Ga naar npo3.nl voor meer video's van Sexpedia.